dit hebben gehad die meer was dan secte implementatie. Dank. U vervolgt uw betoog weer. Dat gaan we niet doen. De minister zegt dat ze het niet gaan doen. Voorzitter, ik heb best wel veel al er toch weer in meegenomen. Ik wou even naar Groningen gaan. Want mijn hart gaat altijd open als het over Groningen gaat. En we hadden hiervoor ook nog een initiatiefwetsvoorstel. Dat ging ook over een gemeente in Groningen. En zowel mevrouw Marijnissen als de heer Bussel hadden het over Groningen. En terwijl de heer Bussel voetbalde in op dat pleintje in Bijen, studeerde ik zelf in Groningen en kwam ik daar een referendum tegen. Er was namelijk een groot plan over de herziening van de Grote Markt. En er was een groot burgerinitiatief die zei meer doen met 12 miljoen of 14 miljoen, hou me ten goede. En die legde aan de bevolking voor, willen wij een gat in de Grote Markt of willen wij dat geld beter besteden? En overweldigende opkomst, overweldigende uitkomst, dat gat in de Grote Markt en die miljoenen moeten anders worden besteed. Ja, en wat gebeurt er dan? Dat was een van de vragen ook van mevrouw Bromet. Ja, dan vervalt dus het voorstel. In dit geval was het niet een bindend referendum, maar nam de lokale politiek dat over. En wat gebeurt er dan vervolgens als iets vervalt? Ja, dan gaat dus het gezag, de wetmaker, een minister, de Tweede Kamer met zo'n minister of lokaal, gaat een nieuw voorstel maken. En gaat, als het goed is, met de argumenten die gewisseld zijn in een referendum, die de reden gaven om het voorstel te verwerpen, een beter voorstel maken. En dat is uiteindelijk natuurlijk wat het is. En wil je dat het niet nodig is om een referendum te houden, omdat er beleid wordt gemaakt waarin mensen zich herkennen in grote meerderheid en er dus nooit een roep om een referendum komt, ja, dat zou supermooi zijn. Maar ik denk, en de heer Sneller zei dat eigenlijk ook al, zelfs als je dat helemaal regelt, allemaal aan de voorkant met wat dat dan ook heet, burgerberaden, inspraak, of dat je, nou ja, de consultatierondes die we tegenwoordig hebben met wetten, toetsen op bureaucratie die er zijn, dan nog kan je een wet aannemen waarvan de bevolking zegt, ho, hallo, wij willen hier ook iets over te zeggen hebben. En dat is wat het correctief bindend referendum dan aan instrument geeft in handen van de inwoners. Want dat is denk ik ook belangrijk om te zeggen. Het is niet een instrument van politici om politici te corrigeren of van politici om je beleid te toetsen of erdoor te drukken. Nee, het is gemaakt beleid, goedgekeurd in de Tweede Kamer, Eerste Kamer. En dus gepubliceerd in het Staatsblad waarvan de bevolking zegt, ho, daar willen wij ook wat van over te zeggen hebben. En dan is de mogelijkheid daar dat daarover wordt gezegd, wij vinden dat dit beter kan, dit wetsvoorstel vervalt, ga maar iets anders maken. En dat mensen daarbij direct een stem hebben, dat is niet iets om bang voor te zijn of iets om te wantrouwen. We geven al 4 jaar, eens in de 4 jaar, bij reguliere verkiezingen, en zoveel vaker als dat de andere verkiezingen zijn, geven we mensen al de mogelijkheid om zich uit te spreken. Dus wat zou daar nou onnatuurlijk of tegennatuurlijk aan zijn om mensen vaker die mogelijkheid te geven? Sterker nog, vanuit politiek, vanuit bestuurders wordt vaak gezegd, als je niks te verbergen hebt, dan kan je toch alles laten zien. Nou ja, als je niks te vrezen hebt, als je voorstellen goed zijn, dan durf je die toch voor te leggen aan de bevolking. Voorzitter, het is wat de SP betreft, wat mij betreft, wat als indiener betreft, dus ook dat principe waar we het over moeten hebben. Geven we mensen een instrument in handen om de bestuurders terug te fluiten? En nou zijn er natuurlijk een aantal stappen die daarvoor te zetten zijn. We hebben wat geëxperimenteerd met referenda door ook het raadgevend referendum. Dus we hebben geleerd dat er een inleidend verzoek moet zijn, dat er dan steun moet worden verworven onder de bevolking en dat je ook moet bepalen wanneer is een referendum nou geldig. Nou, met de opkomstdrempel is iedereen ongelukkig geweest, dus daarom is er een uitkomstdrempel. Die staat in het wetsvoorstel. Een uitkomstdrempel staat in het wetsvoorstel. Hoe die vorm te geven, hoor je goed te bediscussiëren en goed vorm te geven in een uitvoeringswet. Dat was bij de vorige behandeling niet uitgediscussieerd. Er kwam een amendement, dat werd aangenomen. Dat bleek een ontzettende grote drempel te zijn in de Eerste Kamer. Daar zijn deskundigen gehoord, uitgebreid, zeg ik tegen de heer Simons. En die hebben gehakt gemaakt van de drempel die erin was gezet. Principieel, dat hoor je niet in de grondwet te zetten qua percentage. Dat het maakt je inflexibel om het aan te passen wanneer het niet werkt. Het maakt het eigenlijk onhaalbaar. Er was berekend dat 90% van de referenda die gehouden zouden worden dan ongeldig zijn. Wat geef je dan eigenlijk aan instrument aan mensen om een noodrem in te zetten? Dus daar was juist de argumentatie voor partijen om tegen te gaan stemmen, omdat ze zeiden, dit referendum, dit voorstel, dit initiatiefvoorstel is eigenlijk
teniet gedaan met dit amendement. Voor de zomer heb ik hier dat wetsvoorstel wel verdedigd. Heb ik gezegd, je moet voor een uitkomstdrempel zijn. Toen het was verworpen, wat we helaas zagen aankomen, hebben we de handschoen opgenomen om een nieuw wetsvoorstel in te dienen. Niet opnieuw met een uitkomstdrempel, maar wel met erin dat we een uitkomstdrempel uitgelegd en uitgediscussieerd in een uitvoeringswet, dat we wel vinden dat die er moet zijn. Dus de wens een uitvoeringsdrempel in de grondwet op te nemen, dat is gebeurd. Nou, er is een discussie over wat is dan hoe moet die uitkomstdrempel eruit zien? En daarin is dus blijkbaar te weinig vertrouwen dat op het moment dat je zegt dat zet je in de grondwet. En dit wordt geldig bij een uitvoeringswet die we nog gaan behandelen, waarvoor er ook al wat contouren op papier zijn gezet. Aanvankelijk dacht ik, ik probeer bij de behandeling van de wet die uitvoeringswet ook al in te dienen. Maar dat kan natuurlijk niet, helaas. Want ik kan pas een uitvoeringswet indienen op het moment dat een wetsvoorstel aangenomen is. En dat is bij eerste lezing per definitie niet het geval. In tweede lezing ook niet, maar dan ben je er misschien bijna. Dan kan je misschien nog met wat meer concepten werken. Dus we hebben gezegd, dan schrijven we die hoofdlijnen op. Je zou hem in consultatie kunnen nemen, maar ja, voor hetzelfde geld is het pas over 3 jaar dat we de volgende stap hebben. Dus we hebben die hoofdlijnenbrief neergezet en we hebben gezegd, sluit nou aan bij Remkes. Dat zou logisch zijn. Nou, dat is onvoldoende, hoorden we in de wandelgangen in voorbereiding op dit wetsvoorstel. En daarom hebben we net bij nota van wijziging voorgesteld dat we dan opnemen dat het haalbaar moet zijn. Dus dat je een referendum kan houden wat slaagt. Maar ook dat er een representatieve uitkomst moet zijn. En dat is een vraag geweest van verschillende mensen. Hoe leg je dat dan uit? Nou, de interpretatie die ik daarvan zou willen geven, die sluit aan bij mensen die hier veel studie van hebben gemaakt. Die zeggen bijvoorbeeld bij een opkomst van 25% tot 30% is eigenlijk de uitslag representatief. Remkes gaat verder. Die zegt, de uitkomst moet in ieder geval zijn dat een meerderheid in een referendum tegen is. Dat is logisch. Maar dat die meerderheid ook altijd een derde moet zijn van de opkomst. Zou je kunnen zeggen, als nou iedereen die opkomt tegenstemt, dan is een derde van de kiezers dus degene die daarvoor hebben gestemd. Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. We hebben wel uitslagen gezien met grote meerderheden. Maar er moet dus meer dan een derde opkomen. Er moet zeker de helft opkomen, wil je die derde halen. Dus dat is behoorlijk representatief, maar dat is ook haalbaar. De helft van de kiezers naar de stembus krijgen is een hele opgave. Maar als het echt leeft en als het echt een brandende kwestie is, dan is het ook haalbaar. Ga je naar het amendement, wat inmiddels is ingediend, van mevrouw Van der Graaf en de heer Simons, dan kom je in een onwetenschappelijke 40%. Daar is geen wetenschappelijke basis voor. En dan kom je in een onhaalbare situatie terecht. Dit is uitgebreid betoogd bij die deskundige bijeenkomst waar de heer Simons om vroeg, die in de Eerste Kamer is gehouden. En er is op geen enkele manier een wetenschappelijke onderbouwing geleverd bij de Raad van State die dit adviseerde. Die 40% is ontzettend hoog. En sterker nog, als je dat helemaal doordenkt, dan, dat doen dus wetenschappers, dan kom je dus op een onhaalbare drempel uit. Nog los van het feit dat het percentage in de grondwet zetten, wat mij als indiener betreft, onwenselijk is. En dat is uw appreciatie ook over amendement 12. Zeker. Van de Graaf en Chris Simons. Mevrouw Van der Graaf. Ja, voorzitter. Ik hoor mevrouw Leijten betogen dat het amendement dat wij hebben ingediend een onhaalbare situatie zou blijken. Ik verwijs ook hier naar wetenschappers die ook aangeven dat dat wel degelijk haalbaar kan zijn. En dat dat ook al elders in de wereld is gebleken. Onder andere in Nieuw-Zeeland. Ver weg, maar toch, zou ik willen zeggen. Maar ik zou mevrouw Leijten eigenlijk en toch een iets andere vraag willen stellen. Want dit voorstel gaat ook voor mevrouw Leijten in de kern over mensen het recht geven om zich uit te spreken als er een meerderheid iets heeft vastgelegd in wetgeving waar zij het niet mee eens zijn.
En dat betekent, als ik mevrouw Leijten ook zo goed begrijp, per definitie stem geven ook aan mensen die nu het gevoel hebben, wij worden niet goed gehoord in de samenleving. En daar richt het vraagstuk zich op. Moeten we dan van dit wetsvoorstel, dan vraag ik me af, zeg maar, of we het niet te kort doen als we het blijven hebben over een wetenschappelijke discussie. Als ik kijk naar, als je dit instrument echt een kans van slagen wilt geven, wat hebben fracties in de Kamer dan nodig? En wat is mevrouw Leijten daarvoor van plan om aan houvast te bieden? Want voorzitter, en sorry dat ik lang van stof ben, maar ik hecht hier wel aan. Ik heb een amendement of een nood van wijziging nu goed gelezen. En ik zie dat daar, als het gaat om het opnemen van wat onderdeel wordt van dit wetsvoorstel, dat je onderdelen van een wet referendabel wil maken, dat hierop geen toelichting is geschreven. Er is net wel wat gewisseld in het debat, maar hier hebben we nu weinig houvast over waar de initiatiefnemer precies aan denkt. En ook als het gaat om de principes haalbaar en representatief, dan wordt daar geen inhoudelijke invulling aan gegeven, maar wordt verwezen naar, ik citeer, dat er heel veel wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is die dat voldoende gemotiveerd zou kunnen onderbouwen. Maar ook dat is onvoldoende specifiek en onvoldoende geeft dat houvast voor ons. Waar staat mevrouw Leijten? Wat vindt zij haalbaar? Wat vindt zij representatief? Wat geeft ons houvast in de discussie? Mevrouw Leijten. Ja, voorzitter, aan de ene kant wilde mevrouw Van der Graaf het niet hebben over wetenschappelijke discussies, maar over het instrument. En aan de andere kant wil ze wel de diepte in. Wat vandaag voor ligt, wat ons betreft, is het opnemen in de grondwet en het uitwerken in een uitvoeringswet. Daar hebben we ons best voor gedaan. Daar hebben we gesprekken over gevoerd. Daar hebben we gedachten over gehad. Er zijn best wat zaken die bijvoorbeeld uit de ervaringen van het raadgevend referendum zijn gekomen over de inleidende verzoeken. Wat doe je met die aanvullende verzoeken? Doe je dat wel digitaal, niet digitaal? En daar zijn ook wat knopen in die zin, in het voorstel wat ik heb gedaan, over doorgehakt. We hebben gezegd, geen subsidieverlening meer. Dan heb je ook geen referendumcommissie meer nodig. Het is gewoon altijd, bent u voor of tegen de titel van de wet? Krijg je ook geen discussie meer over dat soort zaken. Dus er is de suggestie dat er niks is gedaan, dat vind ik een beetje raar. Vervolgens zegt ze, ik wil wegblijven bij de wetenschappelijke discussie, maar ik wil toch een wetenschappelijke toets. Kijk, wij sluiten aan, dat hebben we de hele tijd gezegd, we willen zo maximaal aansluiten bij Remkes. Dat is namelijk een hele staatscommissie geweest, met een heel dik boek. Met een hele doorwrochte analyse van ons parlementair stelsel, wat erin een toevoeging en aanvulling is. En daarvan zeiden ze, het bindend correctief referendum is een aanvulling op de representatieve democratie. Aanvulling op Remkes wil zeggen dat je mogelijk maakt dat delen van wetten referendabel zijn. Daar zijn wij op gewezen door belangrijke adviseurs en belangrijke juristen die met ons meewerken. Daarom hebben we dat aangepast. Dat heb ik net toegelicht. Dat maakt mogelijk dat je dus niet verdragen in zijn geheel uitsluit, maar dat je die op die manier hybride kan opnemen. Hoe moet je dat doen? Moet je daar goed over nadenken? Heb ik net ook gezegd. Zeker. Maar laten we dat doen bij die uitvoeringswet en laten we dan ook het ministerie vragen voor ons er dingen voor uit te werken. Dat staat los van het principe, vind je dat mensen een instrument in handen moeten krijgen om die noodrem te gebruiken. Representativiteit. Wetenschappers die onderzoek doen naar referenda, en die kent mevrouw Van der Graaf hartstikke goed, die zeggen allemaal, het moet veel lager liggen eigenlijk dan wat Remkes voorstelt. Dan kan je al bij 25% tot 30%, kan je prima doen. En toch zegt Remkes, nee, je moet wel toewerken aan eigenlijk bijna een meerderheid. In ieder geval van opkomst. Nou, daar sluiten wij bij aan. Dus wat mevrouw Van der Graaf nou precies wil of suggereert. Kijk, het gaat uiteindelijk om, heeft de ChristenUnie er vertrouwen in, dat uiteindelijk de wijsheid van het parlement bij de uitvoeringswet voldoende landt in die uitvoeringswet. Ja, heeft ze dat vertrouwen niet, dan zou je niet voor moeten stemmen. Dank u wel. Mevrouw Van der Graaf. Maar begrijp ik
Mevrouw Leijten, nou goed, dat zij eigenlijk vindt dat haalbaar en representatief, dat zou veel lager kunnen liggen, maar dat zij zegt, wij vinden eigenlijk dat je voor de drempel zou moeten kiezen die in de staatscommissie is, door de staatscommissie is geadviseerd, waar ze ook in haar brief naar heeft verwezen. Mijn brief staat, ja, dat is ons standpunt, dat is wat we voorbereiden, dat is wat we voorstellen, ja. Dat heb ik overigens ook gezegd bij de vorige behandeling. En daar heb ik zelfs de opkomst of de uitkomstdrempel die erin geamendeerd was verdedigd. Maar ook wel wetende dat als het de Tweede Kamer zou passeren in tweede, derde meerderheid, dat het eigenlijk in de Eerste Kamer best wel onmogelijk ging worden. Omdat het daar mensen voorstanders van het referendum, fracties die voorstander van het referendum waren, zeiden dit referendum is zo onhaalbaar geworden door die uitkomstdrempel die erin geamendeerd is, dat we niet meer voor zijn. En er werd mij optimisme verweten, enigszins door de heer Sneller, zeker door de heer Bosma. Maar ik weet niet dat het stiekem ook nog wel interessant vindt soms om te zien, optimisme. Maar dat optimisme was er eigenlijk natuurlijk niet. Als je keek naar hoe het in de Eerste Kamer was gegaan met dat amendement. Daar was de onhaalbaarheid van die uitkomstdrempel die mevrouw Van der Graaf er nu weer inzet, die geen wetenschappelijke basis kent, ja, en is één, hij is één keer gelukt in Nieuw-Zeeland. Maar het is daar echt, die wetenschappelijke bijeenkomst, die bijeenkomst met wetenschappers waar de heer Simons voor vraagt, die hebben juist gehakt gemaakt van het voorstel wat de heer Simons samen met u doet. Dus ik vind, of met mevrouw Van der Graaf doet, voorzitter. Dus als mevrouw Van der Graaf zegt, dit is de enige wijze waarop wij een referendum voor ons zien, dan zou de wedervraag natuurlijk aan mevrouw Van der Graaf moeten zijn, wilt u dan nog een referendum? Mevrouw Van der Graaf. Voorzitter, ik wil toch wel even melding van maken dat ook de Raad van State, onze hoogste adviseur als het gaat om wetgeving, mevrouw Leijten heeft geadviseerd, neem een uitkomstdrempel en de hoogte daarvan op in uw voorstel. Doet daar zelf het voorstel van 40%, heeft daar in de redenering opgehangen, een meerderheidsbeslissing kun je niet zomaar teniet doen. Daar zul je ook een vergelijkbare meerderheid voor nodig hebben om dat te doen. Dat is de redenering die mijn fractie kon volgen. Ik heb gezien dat mevrouw Leijten dat voorstel van de Raad van State gewoon niet heeft overgenomen. Maar het zou wel een route kunnen zijn om tot een meerderheid te komen. Maar laat ik dan mijn vraag stellen, want mevrouw Leijten zegt, uw drempel, daar kan ik niet mee uit de voeten. De drempel die de ChristenUnie nu samen met de VVD voorstelt. U wilt, of mevrouw Leijten wil graag een drempel van de staatscommissie Remkes. Wat belet haar om dat voorstel in de wet op te nemen? En de houvast te bieden aan partijen? En het advies daarin van de Raad van State te volgen, neem de hoogte van de drempel op in de grondwet. Dank u wel, mevrouw Leijten. Nou, dat komt om hoe wij de grondwet zien. De grondwet moet niet, daar moet je niet in opnemen, zoveel huizen moet de overheid bouwen. Als het gaat over bijvoorbeeld de voorwaarden scheppen dat mensen huisvesting hebben. En het percentage is ook niet handig. We hebben ook een kiesdrempel niet in de grondwet staan. Daar kunnen wij notabene bij gewone meerderheid over veranderen. Dat zijn wezenlijke zaken die wij als zittende macht kunnen wijzigen als het gaat over verkiezingen en macht geven aan mensen bij die verkiezingen. Dat staat er ook niet in. En daarom zou je dus moeten zeggen, je hebt vertrouwen in die uitvoeringswet. Op het moment dat mevrouw Van der Graaf zegt, die mag niet lichtzinnig gewijzigd worden. Nou, dat vindt de indiener ook niet. Want we hebben gezegd, dat moet altijd met een verzwaarde meerderheid. Dus als je die wet wijzigt, moet het altijd 100 zetels zijn. Dat kan dus wel sneller dan een grondwetswijziging, want daar zitten altijd verkiezingen tussen. En dat is nou precies waarom we dat op die manier hebben gedaan. En als het mevrouw Van der Graaf onduidelijk is waar de indiener staat, dan wil ik met alle plezier herhalen, wij staan op het standpunt dat je Remkes moet volgen. Dat je de staatscommissie moet volgen. Die hebben er onderzoek naar gedaan. Die hebben studie gedaan. Dat is anders dan het advies van de Raad van State. Heel kort nog, mevrouw Van der Graaf. Voorzitter, als mevrouw Leijten weet dat er, als er zicht zou moeten zijn op een 2/3 meerderheidssteun, dat het voor partijen belangrijk is om de hoogte van de drempel in de grondwet op te nemen. Is mevrouw Leijten daar dan toe bereid om daar
dat nog eens te heroverwegen? Of doet zij hier de deur dicht op dit moment voor een referendum? Er staat geen deur open, zeg ik tegen mevrouw Van der Graaf. Want de heer Simons is net bevraagd of als hij dit in de wet komt, dat hij dan voor gaat zijn. En het antwoord was nee. Dus er staat geen deur open. U vraagt mij überhaupt naar de uitkomst van verkiezingen die nog gehouden moeten worden. Dus dat vind ik eerlijk gezegd moeilijk om daarvan te zeggen wat dan de verhoudingen zijn. En vervolgens zegt u, ja, wilt u bewegen naar een dichte deur? Nou, dan zou ik zeggen, we nemen een andere uitgang. En die uitgang is, we nemen een in de grondwet op. Dat er een recht komt op een bindend correctief referendum. We gaan werken aan een uitvoeringswet, zodat mensen weten waar waar het over gaat. In de wet, in de grondwet, komt een uitkomstdrempel. Dus die moet in die uitvoeringswet staan. Die moet representatief zijn, maar ook haalbaar. Nou, dan hebben we daar toch de tijd voor om die discussie uitgebreid te voeren met elkaar. En met elkaar af te wegen. En wil je dat nou wijzigen, want daar is blijkbaar ook gevoel bij, van we willen niet dat dat zomaar kan flipfloppen, dan heb je ook nog eens meer dan 100 zetels nodig. Dus ja, de tweederde meerderheid waar ik naartoe moet bewegen, op dit moment is hij er niet. Is er wel een gewone meerderheid? Kunnen we de kiezers er straks uitspraak over laten doen? En dan kom ik ook bij de vraag die de heer Bisschop daarover stelde, want die vindt eigenlijk dat we meer aandacht moeten besteden aan grondwetswijzigingen die voorliggen bij verkiezingen. En daar ben ik het hartgrondig mee eens. Maar uiteindelijk gaat iedere partij er wel zelf over hoe hij denkt, of zij denkt, de kiezer te verleiden op hem of haar te stemmen. Maar we zouden natuurlijk best eens kunnen kijken of wij in de communicatie als de Tweede Kamer, of wellicht in gewoon neutrale overheidscommunicatie goed kunnen opschrijven van deze verkiezingen gaan liggen ook voor de vraag of die en die en die en die grondwetswijzigingen straks worden aangenomen, zodat mensen dat weten. De vorige keer waren het er 6, meen ik, voorzitter, die ervoor lagen. Het zou ook 7 kunnen zijn. Ik geloof niet dat dat echt gewisseld is in enig verkiezingsdebat. Het waren rare verkiezingen ook. We hadden nog corona en noem allemaal op. Een net gevallen kabinet. Maar daar meer aandacht voor hebben, dat zou mijn liefding waard zijn. Dat zeg ik tegen de heer Bisschop, maar dan moeten we misschien ook een groot verbond sluiten, dat we dan de grondwetswijzigingen voorop onze verkiezingsfolders gezet of gezamenlijke debatavonden over organiseren. Ik ga graag met de heer Bisschop het land in om met elkaar de degens te kruisen over de wenselijkheid van een correctief bindend referendum en laat de kiezer dan maar spreken. Want dat is natuurlijk het mooie van de democratie dan, dat het dan aan de kiezers is en dat zij dan besluiten welke weg vooruit. We zoeken het trouwens even op, maar het vermoeden is dat het er 6 zijn. 6. Ja. Ja. Ja, dat moeten we wel goed hebben voor de handeling, voorzitter. Op verdragen ben ik eigenlijk al een beetje ingegaan. Daar vroegen de heer Bosma en de heer Sneller ook naar. Eigenlijk ook mevrouw Marijnissen. Maar hoe gaan we daar nou mee om dat het niet een teleurstelling wordt? Dus dat je niet een referendum over iets hebt waar je eigenlijk geen zeggenschap meer over hebt. Maar tegelijkertijd ook niet bepaalde dingen uitsluit waarvan je zegt, ja, dat is zo ingrijpend op onze samenleving, op onze zeggenschap of waar wij invloed op uitoefenen, dat je er niet over kan gaan. En dat is dus een van de dingen die de Staatscommissie daar ook over zegt, dat het een gecompliceerd terrein is. En dat de leidraad voor de Staatscommissie is dat een referendumonderwerp autonoom door het landsbestuur te nemen beslissing moet betreffen. Dus kwesties van soevereiniteit. Het kan natuurlijk zijn dat internationale verdragen daar delen van hebben en dat je dan besluit delen daarvan of delen van de wet die een verdrag implementeert, dat je die dan wel voor kan leggen. Dat mensen daarover, niet voorleggen, daarover een referendum kunnen aanvragen. En dat is dus ook de reden, kom ik weer terug bij de nota van wijziging, waarom wij dat gewijzigd hebben, zodat het niet de grondwet belet dat het altijd een heel wetsvoorstel is wat je dan verwerpt. Maar dat je dus bij dit soort situaties kan zeggen, nee, maar het gaat over die onderdelen van de wet, waar je dus ook die beslissingskracht over hebt. Die je dan dus, als het ware, via die noodremprocedure laat vervallen. En dan moet dus de regering samen met de Tweede Kamer komen met een ander voorstel hoe daarmee om te gaan in het kader van dat internationale verdrag of dat gemixte wetsvoorstel.
De kanbepaling, ja, daar ben ik eigenlijk ook al op ingegaan. Het liefst zouden wij zien dat iemand een recht heeft om een besluit, als je zelf wil, met dus het inleidende verzoek en de aanvragen, om daarover dus een referendum aan te vragen. En dat dat niet mogelijk gemaakt wordt, maar dat het mogelijk is. We hebben ook gezien dat er een amendement op is. We weten ook dat die de vorige keer is aangenomen. Het beste is in ieder geval dat het wel overal gelijk is. Dus wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat onze startpositie overal gelijk is. Maar het amendement van mevrouw Van der Graaf, CS daarover, op nummer 11. Nou, de grondhouding van mij als indiener is liever niet. Omdat dan dus onduidelijk is wanneer je wel of geen referendum hebt. Maar als het wordt aangenomen, dan is het goed als het voor allemaal, in ieder geval de decentrale overheden, allemaal dezelfde bepaling is. Dan was er nog iets wat mij was voorgelegd in deze... Oh, de negatieve lijst. Ja, daar ben ik eigenlijk ook al op ingegaan. Maar nog even over amendement 11. Is dat een ontraden of een... Ja, om even wat meer richting mee te geven aan de Kamer. Vanuit u. Ja, ik zie de ondertekening, voorzitter. Dus ik kan heel hard gaan beargumenteren. Maar liever niet. In de geest van, maar er staat gewoon al een meerderheid onder, dus volgens mij gaat die er komen. En ja, zo werkt dit ook natuurlijk bij wetten die je maakt. Ik vind dit veel minder principieel dan die uitkomstdrempel. Dat absoluut wel. Maar als het dus gaat over mijn oordeel, is het ontraden. Maar ik wil ook niet onvriendelijk overkomen. Dat doet u niet hoor, echt, als je kijkt naar de leden. Over de verzwaarde meerderheid ben ik eigenlijk ook al ingegaan. Dat is dan op alle onderdelen, zeg ik tegen de heer Bisschop. Dus op het moment dat je iets wijzigt in de uitvoeringswet, is dat dan maar iets kleins, is altijd die uitvoeringswet moet gewijzigd worden met 2/3 meerderheid, dus met verzwaarde meerderheid. Voorzitter, de staatscommissie parlementair stelsel was eigenlijk wel heel duidelijk in zijn oproep. Hij had een hele krachtige oproep aan de grondwetgever om gezien de aard en de omvang van de maatschappelijke tweedeling, als ook de gevaren die onze democratische rechtsstaat binnen en buiten politieke systeem bedreigen, serieus te nemen en aan te pakken. En de twee rode draden in het eindrapport beschreven zij de noodzaak voor de inhoudelijke representatie te verbeteren en de noodzaak de weerbaarheid van de democratische rechtsstaat te versterken. En zij riepen ons op dat er inzicht genoeg is, maar tijd veel minder. En dat is ook een van de redenen waarom ik heb gezegd, we gaan toch met dit wetsvoorstel meteen weer aan de slag. En meteen weer die eerste lezing waarin een normale meerderheid nodig is voor te bereiden, zodat er na verkiezingen direct aan de slag kan worden gegaan om te kijken of er een 2/3 meerderheid is. Omdat bij verkiezingen ook duidelijk te maken dat het ook gaat over het verbeteren, het versterken van de democratische zeggenschap van mensen. Omdat nou eenmaal het karakter van de oproep van de staatscommissie urgent was. En volgens mij voelen we die vaak hier in deze Kamer. In vele debatten gaat het over de atlas van de afgehaakten of over de kloof tussen wat er in Den Haag wordt besloten en wat mensen daarvan vinden en van denken. En ik hoop van harte op alle steun voor dit wetsvoorstel, zeker in eerste lezing. Wilt u ook nog een reactie geven op amendement 10? Op het moment van het lid Bisschop. Ja, dat ontraad ik ook. Maar ik wil ook eigenlijk wel... dit is een soort van heen en weer gaan geweest tussen noten van wijziging naar aanleiding van een verzoek van de SGP dat wij nu hebben veranderd naar aanleiding van adviezen van juristen. Daar hadden we de SGP overigens ook al over ingelicht. Maar wij zouden het graag aan onze noten van wijziging vasthouden om dus de mogelijkheid te hebben om bij de uitvoeringswet te spreken over welke onderdelen van wetten je zou referendabel zou kunnen maken uitgaande van als het gaat over wetten die dus de nationale beschikking hebben, dat die helemaal referendabel moeten zijn. Dank u wel. Dan wil ik mevrouw Leijten bedanken voor haar vlammende betoog. En dan geef ik het woord aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. En zij is aanwezig in de rol van adviseur van de Kamer. Het woord is aan de minister. Voorzitter, dank u wel. En ik wil beginnen met een compliment aan mevrouw Leijten en natuurlijk aan mevrouw Temmink en de heer Van Wijngaarden als ondersteuners. Want het maken van een initiatiefwetsvoorstel
is gewoon sowieso al echt een bijzondere uitdaging en een hele verantwoordelijkheid en een klus. Maar als het gaat om een fundamenteel onderwerp als de grondwet, dan is het helemaal een stevige en mooie aangelegenheid. Het is niet voor het eerst, en dat hebben meerdere leden al aangegeven, dat mevrouw Leijten hier staat om het initiatiefwetsvoorstel te verdedigen over het bindend referendum. En al meerdere mensen hebben ook gerefereerd aan de heer Van Raak, die hiervoor ook heeft gestaan. En het grondwetsvoorstel, zoals we eerder hebben behandeld in tweede lezing, is hier inderdaad op 5 juli 2022 verworpen. En inderdaad, ik zie ook dat mevrouw Leijten er geen gras over heeft laten groeien. Dezelfde dag maakt zij een nieuw grondwetsvoorstel aanhandig over het correctief bindend wetgevingsreferendum. Het is mij nog niet als minister gelukt om dat ook zo snel te kunnen doen, zeg ik tegen mevrouw Leijten. Als ik het goed tel, want het is toch altijd ook wel weer mooi om naar het verleden te kijken, in ongeveer dat dit het vijfde wetsvoorstel is in ongeveer 25 jaar dat beoogt om het referendum in de grondwet vast te leggen. En daarmee voegen we, ongeacht voorzitter de uitkomst van dit debat, weer een nieuw hoofdstuk toe aan de lange en rijke parlementaire geschiedenis van het referendum. Een geschiedenis in de praktijk die zelfs teruggaat tot 8 augustus 1797. Dus meneer Bushoff, er is 8 augustus 1797. Toen het ontwerp van de Bataafse staatsregeling in een bindend referendum door een ruime meerderheid van de destijds kiesgerechtigde bevolking werd weggestemd. En dan kom ik nu, ruim 225 jaar later, terug in het heden op het standpunt van het kabinet van dit grondwetsvoorstel. En de voorzitter zei het al net heel correct, ik sta hier als adviseur van de Tweede Kamer. En het kabinet heeft met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel. En het wetsvoorstel komt grotendeels overeen met het eerder genoemde initiatiefvoorstel van Raak Leijten. En de tekst, en zoals ik zo net al aangaf, is het op dezelfde dag ingediend als dat het andere voorstel verworpen is. En met de Raad van State klopt het inderdaad dat dat als zodanig niet verboden is. Het kabinet erkent dit ook. Tegelijkertijd is het wel opmerkelijk dat op dezelfde dag er dan weer een nieuw voorstel ligt. Maar dat is het enige wat ik daarover ga zeggen. Het kabinet neemt op dit voorstel een neutrale positie in. Dus dat wil zeggen dat we op een aantal punten de Kamer adviseren waarvan we zeggen let op. Hierin zouden wij als grondwetgever, mede-grondwetgever, zouden wij een andere keus maken als het gaat om de stevigheid van het voorstel. Voor degenen die al eerder deze behandeling hebben meegemaakt, zullen in de volgende tekst die ik ga uitspreken een opmerkelijke overeenkomst horen met de vorige behandeling. Omdat wij in principe ook weer dezelfde neutrale positie op dezelfde punten hebben. Maar voor deze wetsgeschiedenis is het natuurlijk wel van belang is dat ik dat ook weer nauwkeurig als adviseur formuleer. In de eerste plaats is het kabinet van oordeel dat de verschillende drempels in de grondwet zelf zouden moeten worden vastgelegd en niet in de uitvoeringswetgeving. Dit geldt zowel voor de drempels in de beide voorfasen van het referendum, dus voor het inleidend en definitief verzoek, als voor de uitkomstdrempel die bepaalt of de uitslag van het referendum geldig is. De reden daarvoor is in de eerste plaats dat het kabinet van oordeel is dat deze elementen van constitutionele orde zijn. Sommige zaken horen gewoon in de grondwet thuis. Maar er is ook een praktisch argument. Het gevolg van het niet in de grondwet opnemen van de verschillende drempels betekent immers dat na de eventuele inwerkingtreding van de grondwetswijziging eerst nog met een 2/3 meerderheid een wet zal moeten worden vastgesteld waarin de hoogte van de drempels is geregeld. Voordat eigenlijk de grondwetswijziging materieel ook effect kan krijgen. Mocht de gewone wetgever daar niet uitkomen, dan zal de grondwettelijke bepaling van het referendum een lege huls blijven. En dat kan een reëel risico zijn, zo blijkt uit de Belgische referendumpraktijk. Met de zesde staatshervorming in 2014 werd in de Belgische grondwet de mogelijkheid opgenomen voor consultatieve volksraadplegingen op gewestelijk niveau. En de gewestelijke parlementen moeten om referenda wettelijk mogelijk te maken
uitvoeringswetgeving opstellen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. En het Waals parlement heeft dat in 2019 gedaan, na jaren van onderhandelen. Het Vlaams parlement heeft tot op heden geen uitvoeringswetgeving vastgesteld, ondanks een initiatief daartoe. En dat geldt evenzeer voor het Brussels hoofdstedelijk parlement. In deze twee gewesten is dus nog een leeg hils. Nou is het Nederlands parlement verreweg niet het Belgisch parlement. Dus, maar ik wilde toch dit praktische argument wel nadrukkelijk hier als adviseur naar voren brengen, omdat ik de Kamer op dat vlak ook gewoon goed wil informeren. Wat betreft de hoogte van de drempels kan in dit verband inderdaad worden gekeken naar de concrete adviezen van de Staatscommissie en ook naar de afdeling advisering. Die adviezen zijn niet eensluidend en daar is hier het debat nu ook over gevoerd en dat vergt een nadere afweging. Met de afdeling advisering meent het kabinet dat de hoogte van de drempels in de beide voorfasen afhankelijk zouden moeten zijn van de wijze waarop in deze voorfase referendumverzoeken kunnen worden ingediend. De drempels zijn immers bedoeld om vast te stellen in welke mate de kiezers daadwerkelijk hechten aan het referendum. Als de kiezers worden verplicht om in persoon een referendumverzoek in te dienen, moeten zij daar relatief veel moeite voor doen. En kan de drempel dus, vindt het kabinet, in absolute zin echt lager worden vastgesteld dan wanneer het voorstel tot het indienen van een referendum elektronisch kan gebeuren en dus per definitie laagdrempelig is. Mevrouw Leijten heeft vorige week ook een brief gestuurd waarin zij aangeeft hoe ze de uitvoeringswetgeving er volgens haar op hoofdlijnen uit zou moeten kunnen zien. En zij sluit op het punt van de drempels in de voorfase aan bij het advies van de Staatscommissie. 5000 kiezers moeten in de eerste voorfase in persoon een verzoek doen en 400.000 kiezers moeten in de tweede voorfase digitaal of per brief een verzoek doen. En naar mijn inschatting zijn dat prima aantallen. Ook wat betreft de hoogte van de uitkomstdrempel verschillen de adviezen van de Staatscommissie in de afdeling advisering. De Staatscommissie gaat uit van 33,3% van het electoraat en de afdeling advisering van de meerderheid van de bij de laatste verkiezing opgekomen kiezers. En het kabinet geeft uw Kamer in overweging om, als u de uitkomstdrempel gaat vaststellen, het gewoon binnen die bandbreedte te doen. 33,31% of wat de afdeling advisering zegt op basis van de laatste verkiezing is 39,36% plus 1. Maar de discussie die we zo net hebben gehad, mevrouw Leijten laat ook wel zien wat voor effecten dat heeft als het gaat over de uitkomstdrempel. In de tweede plaats wil het kabinet een kanttekening plaatsen bij de lijst van wetten die worden uitgezonden. Voordat van u verder gaat, even over het vorige punt, de heer Sneller. Ja, even om het goed te begrijpen. Het standpunt van het kabinet is enerzijds de drempels, ook het inleidend verzoek, moet in de grondwet staan. Maar hoe hoog die is, hangt er vanaf of je het digitaal doet of niet. En dat komt in uitvoeringswetgeving. Nee, het voorkeur van het kabinet zou zijn om eigenlijk die beide drempels aan de voorkant, om die ook in de grondwet neer te leggen. Dat is niet gebeurd tijdens de vorige behandeling, maar zoals ik aangaf, heeft mijn ambtsvoorganger dat wel in de vorige behandeling ook aangegeven. Maar dat advies heeft de Kamer toen niet overgenomen. Dat kan ik me nog goed herinneren. Ik was het wederom niet van plan, maar ik heb het advies heel goed gehoord. Maar ik probeer even de logica met die of het wel of niet digitaal kan. Want dat maakt het veel makkelijker. En tegelijkertijd hebben we ook die dynamiek natuurlijk gezien in de ontwikkelingen daarin. Dus en misschien is het binnen over een tijdje per DigiD en wordt het nog makkelijker. Maar dat pleit er toch juist voor om het niet in de grondwet te zetten, zodat je het wel nog makkelijker kan aanpassen. Ja, maar het gaat er ook om rechtszekerheid aan de voorkant te geven onder welke condities je het wil gaan doen. Dus dat zou er wel voor pleiten om gewoon aanvankelijk bij voorbaat gewoon het zo van constitutionele orde is dat je het wel vastlegt. En dan zeg ik datgene wat mevrouw Leijten nu voorstelt in haar brief om het fysiek te doen. Dat zijn goede aantallen, daar kan je prima mee werken. Dat zou mijn advies zijn. Tot slot, heer Sneller. Dus om het fysiek te doen. En dat staat in de uitvoeringswet. En dat heeft ze repercussies voor wat je in de grondwet vervolgens hebt geregeld. Ja, en daarvan heeft ook mijn ambtsvoorganger en bij hetzelfde wetsvoorstel de vorige keer aangegeven. Mijn voorkeur heeft het om eigenlijk alle drempels gewoon in de grondwet te regelen. Dus niet alleen de uitkomstdrempel, maar ook het inleidende en het definitieve verzoek. En dan kom je wel bij zo'n keuze uit die je nu op voorhand zou moeten maken.
Voorzitter, in de tweede plaats wil het kabinet een kanttekening plaatsen bij de lijst van wetten die worden uitgezonderd van referendabiliteit. In grote lijnen kan het kabinet zich vinden in de lijst met de uitzonderingen die in het grondwetsvoorstel is opgenomen. En die is ook voor een belangrijk deel ontleend aan eerdere grondwetsvoorstellen en sluit ook grotendeels aan bij de adviezen van de Staatscommissie in de afdeling Advisering van de Raad van State. Grotendeels, want de Staatscommissie en de afdeling Advisering van de Raad van State vinden dat er ook een uitzondering zou worden moeten gemaakt voor de zogenoemde gemengde verdragen. En gemengde verdragen komen op dit moment voor Nederland alleen voor in de context van de Europese Unie, wanneer op grond van de EU-verdragen enkel de Europese Unie bevoegd is, maar niet zelfstandig partij kan worden, of de Europese Unie en lidstaten gezamenlijk bevoegd zijn in zaken de inhoud van het bedrag. En hierdoor kunnen de EU-lidstaten niet meer afzonderlijk beslissen over partij worden bij het verdrag. Mevrouw Leijten schrijft in de memorie van toelichting dat ze aansluit bij het advies van de Staatscommissie en de uitzonderingen in het wetsvoorstel heeft overgenomen. En dat is zeker grotendeels ook zo. De Staatscommissie adviseert echter ook om voor het gecompliceerde terrein van de internationale verdragen een globale grondslag voor uitzondering in het grondwetsvoorstel op te nemen. En die nadere uitwerking kan dan bij een gewone wet plaatsvinden. En deze uitzondering heeft mevrouw Leijten niet overgenomen in het voorstel, maar het zou wel goed zijn om dat te doen. Aangezien de lijst met uitzonderingen in het grondwetsvoorstel nadrukkelijk limitatief bedoeld is, is het niet mogelijk om in de uitvoeringswetgeving nog een andere categorie wetten uit te zonderen van referendabiliteit. En als uw Kamer referenda over de goedkeuring van gemengde verdragen wil uitzonderen, dan moet dat nu gebeuren en vergt dat een wijziging van het grondwetsvoorstel. Voorzitter, in derde plaats plaatst het kabinet een kanttekening bij het reikwijdte van het grondwetsvoorstel. Dat is niet alleen van toepassing op nationaal niveau, maar ook op het provinciaal en gemeentelijk niveau. In het grondwetsvoorstel zijn referenda voor waterschappen echt facultatief gemaakt. En dat vindt het kabinet minder consistent. En met de afdeling advisering is het kabinet van oordeel dat het logisch zou zijn om ook of het grondwetsvoorstel te beperken tot nationaal niveau of alles op decentraal niveau, inclusief de waterschappen, gewoon ervoor te zorgen dat dat ook gebeurt. Een keuze voor een brede reikwijdte zou naar het oordeel van het kabinet dan ook wel gepaard moeten gaan met een verder gesprek met IPO, VG en Unie van Waterschappen op het moment dat je het gelijk verplicht stelt. Voorzitter, los van deze... Voordat u verder gaat, mevrouw Bromet, GroenLinks. Ja, voorzitter, ook een vraagje aan de minister. Vindt zij dat het verplicht moet worden als je het invoert voor alle decentrale overheden? Of zegt zij, nou, het kan ook een mogelijkheid zijn die dan op decentraal niveau wel of niet gebruikt kan worden? Ja, voorzitter, volgens mij is er ook een amendement ingediend met een kanbepaling. Als ik het goed heb, daar kom ik straks nog op terug met een oordeel daarover. En dat geeft dan antwoord op de vraag die mevrouw Bromet stelt. Los van deze drie inhoudelijke wijzigingen wil ik graag nog uw aandacht vragen voor het volgende. Het grondwetsvoorstel regelt alleen de hoofdlijnen van een correctief bindend wetgevingsreferendum. Een nadere uitwerking is voorzien in gewone wetgeving. En het grondwetsvoorstel bevat daarvoor in het voorgestelde artikel 89 geen expliciete grondslag. En die is ruim geformuleerd. Alles wat verder het referendum betreft, wordt bij wet geregeld. Ik vind het van belang om met elkaar vast te stellen dat deze grondslag de ruimte biedt om in de referendumprocedure eventueel ook te voorzien in bepaalde vormen van deliberatieve democratie. Dus een burgerforum dat een rol kan spelen in de verschillende fases van een referendum en kiezers bijvoorbeeld kan maken bij het helpen van het maken van een keuze. En wellicht dat mevrouw Leijten daar op het tweede termijn nog kort op wil terugkomen. Over dat vlak hoeven we het in de precieze uitwerking op dit moment niet te hebben. Dat is voorbehouden aan de gewone wetgever, maar ik wilde het wel nadrukkelijk in deze fase al naar voren brengen. Nou ja, voorzitter, en tot slot nog een opmerking voor de financiële consequenties van dit grondwetsvoorstel. In de memorie van toelichting wordt terecht geconstateerd dat een organisatie van een referendum kosten zijn verbonden. En die kosten zijn globaal te onderverdelen in de structurele kosten en ook de organisatiekosten van een referendum. En de ervaringen met de twee raadgevende referenda in 2016 en 2018... betekent dat dit wel vaak een kostenpost is van meerdere miljoenen euro's. Als we kijken naar het associatieverdrag met Oekraïne, waren de organisatiekosten die niet samenvalt met een verkiezing meer dan 30 miljoen euro.
En de referendum die hier ook werd genoemd rond de wet inlichting en veiligheidsdienst in 2018, wat samenviel met de gemeenteraadsverkiezingen, was ongeveer 8 miljoen euro. Nou, die bedragen verschillen heel erg, omdat de ene samenviel met de gemeente, met verkiezingen die al zou worden gehouden, en de andere waren geen verkiezingen. Nou, en deze bedragen zijn uit het verleden. Nou, inmiddels kunnen we wel aannemen dat ook met de inflatie en andere zaken, dat het echt om nog meer geld gaat dan alleen dit. In dit verband wil ik wel benadrukken dat het combineren van referenda met verkiezingen uit kostenoverwegingen weliswaar aanlokkelijk lijkt en ook te regelen is in de uitvoeringswetgeving, maar dat hier wel grenzen aan zitten. En de organisatie van meervoudige verkiezingen is namelijk een zware opgave voor onder andere gemeenten. En het opsparen van referenda om die te kunnen combineren met verkiezingen kan leiden tot problemen bij de gemeente. Maar volgens mij gaat mevrouw Leijten daar ook al in op haar brief die zij heeft geschreven. Voorzitter, ook is het zo dat bij het opsparen van referenda je ook mee moet rekening houden dat je vaak over veel verschillende onderwerpen het gesprek moet voeren, waarbij dan het nadelig kan zijn voor de andere debatten die je ook wil voeren in het kader van de verkiezingen. Als de grondwetsvoorstel ook van toepassing is op de medeoverheden, dan betekent dit, dan zal dit ook resulteren in aanvullende kosten en die zullen ook moeten worden vergoed. En het is nog niet voor mij op voorhand te voorspellen over hoeveel middelen dat zou moeten zijn, maar hier moet straks in het kader van de uitvoeringswetgeving wel duidelijkheid over zijn. En dan zeg ik tegen mevrouw Leijten dat ik op dit moment in ieder geval nog geen voorstellen heb gezien voor budgettaire dekking van deze kosten. En het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op dit moment in ieder geval ook nog niet de benodigde financiering daarvoor. Te zijner tijd zal dus additionele middelen daarvoor moeten komen. En mijn verzoek is dus ook aan de Kamer en mevrouw Leijten om daar ook werk van te maken op het moment dat er de uitvoeringswetgeving behandeld gaat worden. Voorzitter, dit is voor de leden die eerder dit debat hebben gevoerd een herkenbare inbreng van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maar er is ook een nota van wijziging ingediend. En we hebben zo goed mogelijk ook gedurende dit debat deze nota van wijziging proberen te bestuderen en daar ook een goed oordeel over te vellen. En daarbij hebben we ook vooral gekeken over op het aspect van constitutionele orde. Wat regel je nou wel of niet in de grondwet? De nota van wijziging die nu voorligt, de tweede nota van wijziging om precies te zijn, bepaalt dat ook referenda zouden kunnen worden gehouden over onderdelen van wetgeving. En het gaat om een kanbepaling. Dus het hoeft niet, mag wel. Dat betekent dat de grondwet niet meer limitatief zou bepalen over welke zaken wel en geen referendum kan worden gehouden. En dat vind ik echt wel heel zwaarwegend en van constitutionele orde. Want wat wel en niet referendabel is, is ook als het gaat om grote delen van de wet, is bij uitstek iets van constitutionele orde. Dat hoort in de grondwet zelf geregeld te worden. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, laten we dan maar gewoon meteen in de grondwet bepalen dat referenda ook over onderdelen van wetsvoorstellen kunnen gaan. Nou, dus als je, als kabinet zou mijn advies zijn, als je hierop wat wil regelen, maak dan direct die keuze in de grondwet. Alleen als je de keuze in de grondwet maakt om ook onderdelen van wetgeving referendabel te maken, dan vergt het wel ook een nadere bestudering en onderzoek welke wetten je dan referendabel maakt. Want mevrouw Leijten gaf volgens mij daar al enigszins invulling aan. Die zei, ja, je zou bijvoorbeeld nationale wetten niet doen en wel bijvoorbeeld gemengde verdragen wel doen. Want de vraagstuk over welke onderdelen van wetgeving je wel of niet rendabel maakt, is nog best wel een behoorlijke uitdaging en complex. Want potentieel kan het grote verstrekkende gevolgen hebben. Laat ik gewoon even twee voorbeelden noemen. Wetgeving in het sociaal domein steekt vaak zeer technisch in elkaar en het is daarom best wel ontzettend ingewikkeld, zo niet onmogelijk, om daar één element uit te nemen zonder de rest geweld aan te doen. Of bedenk aan wetgeving met begunstigde of belastende bepalingen. En ook, dus daarin zul je toch van tevoren, ook als wetgever, medewetgever, hier moeten nadenken bij het opnemen van in de grondwet, wat doen we dan wel en wat doen we dan niet? Ook een deel van het debat ging zo net over de vraag of onderdelen van wetgeving ook zou kunnen gebruiken voor goedkeuring van verdragen, bijvoorbeeld bij een gemengd verdrag. Maar het op onderdelen referendabel maken van goedkeuringswetten van verdragen is in ieder geval
op eerste gezicht. En we hebben dit zo goed mogelijk proberen te bestuderen gedurende dit debat. Is niet passend, omdat het parlement bij wetten tot goedkeuring van verdragen alleen de mogelijkheid heeft om een verdrag al dan niet goed te keuren. Dus er is geen tussenvorm. Je kan, of het is wel, of het is niet. Maar het is bij goedkeuringsverdragen niet zo dat je dat half kan doen. Dus het Koninkrijk kan zich niet binden aan een deel van een verdrag. Een verdrag dient als geheel te worden geratificeerd. Dus dat is ook zo'n inhoudelijk argument waarop ik als minister het advies geef aan de Kamer. Als je dan de keus maakt om onderdelen van wet referendabel te maken, doe dat dan allereerst gewoon direct in de grondwet. Maar als je dat dan doet, zorg er dan ook voor dat je afbakent wat wel en wat niet. Dit is echt heel bepalend als het gaat om wat je wel en niet in de grondwet kan doen. Want de grondwet is in die zin altijd in dit soort fundamentele keuzes limitatief. Het tweede onderdeel van de tweede nota van wijziging bestaat uit het gebruik van de begrippen representativiteit en haalbaarheid. De toevoeging van het begrip representatief geeft de uitvoeringswetgeving weliswaar iets meer houvast en normeert bovendien tot op zekere hoogte de bandbreedte waarbinnen de uitvoeringswetgever zich kan begeven. Ik zeg dan wel met nadruk tot op zekere hoogte, omdat eigenlijk de wetgever hiermee nog best wel wat marge krijgt om nadere afweging te maken. Want je kan best wel met elkaar van mening verschillen wat je wel of niet representatief vindt. En dan kom ik terug op mijn basisredenering. Ik vind dus dat die drempels dus wel in de grondwet gewoon moeten plaatsvinden, omdat je dan direct ook die duidelijkheid hebt. En als het gaat om het begrip haalbaar, is het echt wel van belang om dat heel goed af te bakenen. Want een hoge drempel is bijvoorbeeld eerder haalbaar als het referendum wordt gecombineerd met verkiezingen, dan wanneer dit niet het geval is. Voorzitter. Dan waren er nog, en dat maakt dus dat het... dat in mijn positie als adviseur ik in ieder geval de Kamer een aantal adviezen meegeef als het gaat om deze nota van wijziging, om dat nog nader wel te veranderen. Voorzitter, dan de vraag van de heer Bisschop. Voordat hij verder gaat, heer Sneller, D66. Op zich is de minister helder, hè? Het is een duidelijk standpunt. Maar ik zoek toch nog, waarom is nou die drempel zo van constitutionele orde? Terwijl bijvoorbeeld die analogie met de kieswet, daar is ook niet, er zal een kiesdrempel zijn van 1 zetel in de grondwet vastgelegd. Dus kan de minister misschien nog meer ingaan op die analogie met de kieswet en waarom zij die niet volgt in de appreciatie van die nota van wijziging? De minister. Heeft het de heer Snelle het over artikel 53 en de vergelijking daarmee, toch? Van de grondwet. Ja, dit is... Oh, sorry. Het principe van evenredige vertegenwoordiging. Maar het beginsel van evenredige vertegenwoordiging, inderdaad. Voorzitter, dit was niet bedoeld om de heer Snelle te overhoren op de verschillende artikelen van de grondwet. Dus dat is zeker niet de bedoeling, maar het was even... Kijk, bij de invoering van dit principe, dus het principe van evenredige vertegenwoordiging, artikel 53, eerste lid van de grondwet, dat was trouwens in 1917, was het duidelijk hoe dit in de praktijk tot uitdrukking zou moeten komen. Want het percentage stemmen dat op een partij zou worden uitgebracht, zou tot eenzelfde percentage van het aantal zetels in de Tweede Kamer voor die partij moeten leiden. Het was expliciet de bedoeling van de grondwetgever om in alle in de samenleving levende politieke opvattingen eigenlijk in die Tweede Kamer, in de Staten-Generaal Tweede Kamer te krijgen. Dat is het principe van evenredigheid. En tegelijkertijd met de invoering, ik neem even een historische aanloop, hè. Tegelijkertijd met de invoering van evenredige vertegenwoordigingen moest daarom het districtenstelsel worden afgeschaft. En dit past namelijk niet bij de evenredige vertegenwoordiging, maar juist bij een meerderheidsstelsel zoals in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten. Dus de grondwetgever gaf op dat moment, toen de gewone wetgeving, duidelijke kaders mee voor hoe in de kieswet de handen en voeten moest worden gegeven aan artikel 53 van de grondwet. Dat is een ander vraagstuk, en niet precies hetzelfde, dus het vraagstuk van evenredigheid, als het vraagstuk van representativiteit, dan wel haalbaarheid. Er is in de wetenschappelijke literatuur weliswaar een bandbreedte aangeduid waartoe een uitkomstdrempel kan worden vastgesteld. Maar het precieze percentage van de uitkomstdrempel zou altijd nog moeten worden vastgesteld door de gewone wetgever bij een 2/3 meerderheid. Dus
Als je zeker wil weten of het gaat werken, dan moet je het gewoon in de grondwet vastleggen. Maar als je het aan de gewone wetgever overlaat, kan het voor hetzelfde geld ook nog veel hoger percentage uitkomen. En heb je die constitutionele duidelijkheid, heb je gewoon niet op voorhand. En dat maakt, om dat gewoon die zekerheid vast te stellen, dat ik als minister zeg, doe dat nou in de grondwet. Heer Sneller. Dank voor die historische toelichting. Maar er is volgens mij op dit moment niemand die zegt, als je naar een kiesdrempel zou willen van 2 zetels, dan is dat in strijd met artikel 53 van de grondwet. Dat zou het grondwettelijke principe van evenredigheid niet per se aantasten. Maar het zijn... Sorry, voorzitter. Ja, en eerst sneller nog. De analogie die ik zoek is vervolgens... Dus er zit een norm. Het clausuleert wat de gewone wetgever kan doen, maar geeft die nog wel enige vrijheid en ook richting. Wat volgens mij dat haalbaarheid en representativiteit doet, is een ondergrens en een bovengrens aangeven ongeveer. En vervolgens de rest overlaten aan de gewone wetgever, al dan niet met gekwalificeerde meerderheid. Maar als we die duiding daaraan mee willen geven als grondwetgever, dan zou juist ook de minister meer moeten inkleuren hoe zij die begrippen leest, denk ik, zoals die in de nota van wijziging staan. Wat voor haar dan een haalbaar ondergrens en een representatieve ondergrens en een haalbare bovengrens ongeveer zouden zijn. Daar zitten 2 aspecten aan vast. Ik bedoel, een kiesdrempel hoger dan 2% is in strijd met artikel 53 van de grondwet, hè, volgens de kiesraad. Maar het andere is dat je moet juist aan de voorkant die duidelijkheid scheppen over wat dan de afbakening precies is. En dan is representativiteit toch echt wel, en haalbaarheid zeker. Ik bedoel, representativiteit is een wat beter begrip dan het eerdere begrip. Maar haalbaarheid is echt heel erg multi-interpretabel. Zorg dat die duidelijkheid in de grondwet staat, omdat het om zoiets zwaarwegends gaat. Tot slot, de heer Sneller. Boven de 2%, zei de minister. Hè? Ik ga ik laat de kiesdrempel discussie, maar dat was niet wat ik zei. De minister zegt, kies er maar eentje tussen de 33,3 en de 40. Ik vind het allemaal goed als het maar in de grondwet staat. Nou heeft de minister ook kennis genomen van de inbreng van die gedragswetenschappers en politicologen die zeggen, als je kijkt naar die 40% plus 1 voor in ieder geval de Tweede Kamerverkiezingen, dan is dat in de praktijk bijna onhaalbaar. En de voorbeelden die worden genoemd uit Nieuw-Zeeland, ja, die zijn wel uitzonderlijk in zeg maar de omvang van het deel van de bevolking dat daartegen is. Dus de vraag is toch ook, als de minister zelf hier als adviseur van de Kamer moet zeggen, wat zou representatief dan betekenen? En ik snap dat ze het niet wil, maar stel dat de Kamer er wel toe besluit, dan is het toch van meerwaarde volgens mij voor die constitutionele geschiedenis als de minister een inhoudelijke opvatting ook heeft gegeven over die 2 begrippen. Behalve het uitspreken van de onwenselijkheid ervan. Mijn voorzitter, in die zin heb ik natuurlijk zo net als een neutrale adviseur mij ook weer gewoon teruggekeken naar datgene wat ik eerder heb aangegeven. Dat ik volg, mijn advies zit tussen het advies van de Staatscommissie en het advies van de afdeling Raad van State. En ik precies ook herken wat de heer Sneller ook aangeeft. Dat als je bij het percentage van de Staatscommissie uitkomt, dat je op een meer kans hebt dat op een gegeven moment een uitslag van een referendum ook de uitkomstdrempel haalt dan de 2 van de 17 die in Nieuw-Zeeland naar voren kwamen. Maar dat is een keus van de Kamer om daar invulling aan te geven. Als je dan kijkt naar de uitvoeringswetgeving, zou mijn bandbreedte, mijn advies daarop hetzelfde zijn. Alleen mijn punt is, regel het nou gewoon in de grondwet, want dan staat het gewoon vast in. Dan weet je ook dat het zo is. En dan is de grondwet ook duidelijk gewoon in de richting. Onze grondwet is in die zin ook wel vaak gewoon best wel precies. De minister volgt haar naar mijn mening. Ja. Voorzitter, de vraag van de heer Bisschop. Klopt de aanname van mevrouw Leijten dat er recht bestaat op het afronden van de eerste lezing voor de komende verkiezingen? Nou, de procedure rond de herziening van de grondwet laat zich hier niet over uit. Artikel 137 van de grondwet bepaalt alleen dat er tussen de eerste en de tweede lezing van een wijziging van de grondwet verkiezingen van de Tweede Kamer plaatsvinden. Maar de grondwet, dus met andere woorden, hoewel er geen recht bestaat om dit voorstel voor de verkiezing af te ronden, is het ook niet verboden. Dus voorzitter, misschien kan je dan zeggen dat
allebei een beetje gelijk hebben. Ja. Maar dat laat ook zien dat staatsrecht een levend geheel is. Voorzitter, dan mevrouw Bromet vroeg ook met een gewone of een verzwaarde meerderheid aanpassen van de uitkomstdrempel. Nou, laat ik allereerst, maar dat ga ik niet helemaal herhalen, zeggen dat mijn voorkeur heeft als adviseur om dat in de grondwet neer te leggen. Maar als ik kijk naar het vastleggen in de wetgeving. Kijk, als uw Kamer ervoor kiest de hoogte van de uitkomstdrempel te koppelen aan de opkomst bij de laatst gehouden verkiezing van de Tweede Kamer, dan wil ik er wel op wijzen dat het weliswaar tot op zekere hoogte mogelijk is in de uitvoeringswetgeving te regelen dat referenda worden gecombineerd, maar dat dit wel tot gevolg heeft dat soms erg of lang of onzeker is of door de Kamer worden aangenomen. Maar ik weet niet of, mijn vraag is wel of dat ook het punt is waar mevrouw Bromet op zag, voorzitter. Kijk even of mevrouw Bromet haar vraag nog even wil toelichten. Kijk uit dat u niet struikelt over de tas. Ja. Mevrouw Bromet, GroenLinks. Ja, voorzitter, ik was net even afgeleid, dus ik liep naar achteren, dus ik heb het even gemist. Ja, voorzitter, mevrouw Bromet vroeg mij of hoe ik het traject voor me zie om tot een gedegen uitkomstdrempel te komen. Daarvan heb ik aangegeven, nou, dat zie ik, mijn voorkeur heeft om dat